Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door FP Video. Welkom bij de wedstrijdsamenvatting Marto Flexwerk Orcas Heren 1 Urk tegen Kangaroos Heren 1. Deze wedstrijd werd zaterdag 9 november gespeeld in de Vlechttuinen op Urk. We gaan kijken naar beelden uit de eerste helft waarin Kangaroos net een wat sterke tegenstander was. Eerste helft, lekker potje volgens mij, een paar kleine foutjes, hoe denk je er zelf over? Ja, op zich de aanval, dat liep wel lekker, dat was alleen meer die verdediging. Ik bedoel, de score was 41-47, ja, dat is natuurlijk veel te veel, bijna 50 punten van hun. En daar moeten we echt aan gaan werken nog. En je zag wel dat de tweede helft beter ging. Ja, we hebben in de kleedkamer besproken dat we wat harder moesten werken, vooral in de verdediging, nog wat een tandje erbij. En ja, dat hebben we ook gedaan. Echt als team erachter staan. Weet je, je bent verantwoordelijk voor je eigen man. Een beetje trots erbij ook. En ja, dat zag je terug. En, zo hebben we onszelf eigenlijk helemaal in die wedstrijd weer teruggespeeld. En het was eigenlijk, ja, we kwamen 6-0, we stonden 6 punten achter. We zeiden al, het eerste wat we moeten doen is zorgen dat we daar weer vanaf komen, gelijk trekken. Ja, dat ging perfect met die end-one en meteen die scoren daarna. Dus vooral het begin van het derde kwart, dat ging heel goed. Jullie zeggen, jullie moeten nu jezelf als team redden, want ja, jullie moeten het nu doen zonder coach. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel anders. Ik bedoel, we zijn nu 3 jaar bij elkaar. En ja, je mist toch iemand. En dat moet je ja, nu met elkaar op gaan pakken. We hebben nu Ed van Schijk als onze coach. En ja, het is nu de bedoeling dat we dat samen gaan oplossen. Maar Ed zou niet de vaste coach worden, daar komt een vacature voor. Ja, dat hebben we eigenlijk met het team besproken. En zoals het nu ernaar uitziet, gaat Ed het gewoon doen. En ik denk tot het eind van het seizoen. En daar staan we als team achter. We hebben vertrouwen in Ed, respect. En hij is iemand die ons kent. Ik bedoel, we zitten nu echt 3 jaar bij elkaar en hij heeft al die jaren meegemaakt. Hij weet van wie wat kan, wat kan je van wie verwachten. En gaat zo maar door. Dus om nou een heel nieuw iemand voor de groep te gaan zetten. Ja, dat is toch lastig. Ik denk dat ja, deze oplossing eigenlijk perfect is.